Deze sticker, hier zat een racistische sticker, nu niet meer. Hebben we ongeveer 110.000 van verkocht. En in totaal zitten we op de 1,5 miljoen stickers. Sick. Ooit. Ja, het mooie aan de D66 is kut sticker. Kijk, iedereen die vindt Wilders kut. Ook D66ers, zeg maar. D66ers die doen vaak een beetje of ze erbij horen. Ze zijn gewoon het schoothondje van Rutte. Daarom zijn ze juist kut. Kijk, aan echte rechtspersonen weet je wat je aan hebt. Dat is een enorme klootzak. Maar hij gaat geen andere dingen doen dan dat hij zegt. Maar D66 zegt van ja, nou ja, we moeten even kijken naar de nuances. En dan geven ze miljarden aan bedrijven en dan schaffen ze de studie af. Ik denk dat ik dit de leukste vind. Socialisme is onze toekomst. Dat is de kat van een vriend van me, heb ik op de foto. Dat is een hele subtiele hameren sikkel erin. En, ja, ik vind het gewoon het is een hele simpele soort sticker. Maar ik vind dat soort dingen altijd wel het leukste. Het socialisme in Nederland was gewoon helemaal kapot geslagen in de jaren 90. Maar aangezien gewoon dit eigenlijk de eerste generatie is die nu komt die iets slechter gaat hebben dan zijn ouders. Er zijn nog heel veel mensen die merken van, hey, dit systeem werkt niet. Werkt niet voor mij, werkt niet voor de samenleving. Wat dan wel? En dan, in mijn ogen is socialisme de enige logische alternatief. En dus, daar zijn er wel relatief veel mensen mee eens. Bereken even hoe zwaar dat is. Want ik had het een keer berekend. En dat, 3000 kilo aan stickers. Dus dat is twee kleine auto's aan stickers. Ja, alleen stickers plakken is natuurlijk het is zeg maar de laagste vorm van activisme, laat ik het zo zeggen. Als je een biertje hebt gedronken in de stad en je wandelt naar huis, dan is er niemand op straat. Dus ook niemand die je kan lastigvallen dat je stickers plakt. Dus dat soort dingen zijn perfect. Problemen zijn heel veel D66 die het zelf of niet doorhebben of het niet willen zien. En dus denken dat ze progressief en goed bezig zijn. Het feit dat misschien wel 500.000 kinderen op dit moment onder de armoedegrens opgroeien in Nederland. En dat komt gewoon door D66. En natuurlijk Rutte en VVD en alle andere partijen eromheen, zoals CDA, hebben natuurlijk ook een enorme vinger in de pap. Maar D66, die had de doorslag kunnen geven en die doet alsof ze de doorslag geven naar progressief gebied, maar dat zijn ze gewoon niet. Welke invloed hoop jij dat jullie hebben op jonge mensen die nu, mensen die nu 14, 15 zijn? Ik hoop dat ze inderdaad dan denken van, hey, ik koop 4 euro aan stickers en ik koop voor 4 euro beginselen van het communisme erbij. En dat ze dan lezen en denken van, hé, het is een basisboekje, maar Engels zegt hij wel een paar goede dingen. En zich dan verder verdiepen in de hele geschiedenis en de beweging. Bench press, wat gewichten, een tweetal bokszakken en een hele lading met bokshandschoenen en andere boksgerij. Dus we trainen hier elke week met een groep van 5 tot 15 man kickbokstrainingen. Gratis voor iedereen die mee wil doen. De filosofie erachter is een beetje dat we dit... met de webshop betalen we dit en dit geven we gratis dan aan de beweging terug, zeg maar. Het is heel vervelend als we haatmail of bedreigingen krijgen. Maar aan de andere kant, als iemand zo boos is op onze stickers, dat hij de moeite neemt om de website op te zoeken, het contactformulier, door de capture heen te komen en nog iets in te vullen, dat het bij mij in de mailbox komt. Dat vind ik stiekem ook wel een soort van ereteken. Jammer dat SP het zo heeft laten lopen, maar aan de andere kant, misschien was die partij ook niet meer te redden geweest. Dat was natuurlijk enorm institutioneel verboemerd. kijk, de generatie die zijn hele leven lang loodverf heeft gegeten, die kan ik niet verwachten dat ze nu nog heel stabiel zijn op die latere leeftijd. Is kapitalisme überhaupt verkopen of is kapitalisme het principe van de winst maken en de winst niet delen, zeg maar? Net zoals een fabriek hebben, is niet per se kapitalistisch. Het feit dat één iemand die fabriek de eigenaar is, dat is het kapitalisme erachter, in mijn mening. En je kan natuurlijk niet buiten het kapitalisme werken zolang het kapitalisme er nog is. We kunnen wel met z'n allen in het bos gaan zitten, maar als we stickers willen maken, dan moet je een printer hebben. Die printer moet je ergens commercieel kopen, et cetera, et cetera. Dus je kan niet om het kapitalisme heen, maar je kan wel kijken hoe je ermee omgaat. Dus. De kapitalist die verkoopt zeg maar ons de touwen die wij dan weer verkopen, zodat andere mensen, die kapitalisten, dan het einde eraan kunnen maken. Ik denk dat een kwart van de haatmail die wij krijgen, dat ook D66 erin wordt genoemd. Ondanks dat wij ook tegen D66 zijn. Ze hebben door dat we communisten zijn, maar ze denken dat we dan nog steeds bij D66 horen. Omdat zij gewoon die D66, gewoon iedereen, alles wat zeg maar linkser is dan elke migrant aan de grens een nekschot geven voor die mensen, is links. Ik mag wel hopen dat we een beetje gewaarwording aan de gemiddelde 16-jarige hebben gegeven, die op zijn 18e misschien voor de eerste keer voor de gemeenteraad mocht stemmen en toen dacht van, misschien stem ik niet op D66. We kunnen hopelijk D66 wel decimeren.